Vandaag zijn we op het Tweakers hoofdkantoor voor de Destiny 2 Forsaken Notorious Bootcamp. Er zijn twee teams en we gaan Destiny 2 Forsaken gaan we spelen. Het winnende team krijgt ook kaartjes voor Tweakers Gaming Live. Vandaag zijn de Tweakers hier dus op het hoofdkantoor gekomen waar ze eerst de presentatie hebben gehad van Destiny 2 de Forsaken, waarin we de basis van Destiny 2 hebben uitgelegd. Dan heb je nog invasions en iemand van het andere team of iemand van jouw team kan dus de arena van het andere team invaden. Ja, ik vind Destiny 2 echt een leuke game. Ik ben er wel redelijk bekend mee en ik denk in ieder geval leuk om in ieder geval mee te doen. Zo'n event. Ik verwacht een hele leuke dag te hebben met het hele team. Ik zie echt nog wel dingen om veel te leren eigenlijk dingen betreffende Destiny 2 en het PvP stuk dan vooral. Van nu zijn de jongens aan het trainen in twee teams en aan het einde van de dag gaan ze de strijd tegen elkaar aan en gaan ze uitvechten wie de beste van de twee teams is geworden. Belangrijk is dat je goede teamafspraken maakt en ook kijkt van wie is nou die goede PvP speler of die PvE speler en zo goed de rollen verdeelt om zo efficiënt mogelijk te spelen. We gaan ons team naar de overwinning brengen door veel te oefenen. Zorgen dat ze het spel goed kennen. Het zal even een combinatie zijn van tactics en even kijken wie het best in welke rol past. Er zijn er een paar die redelijk duidelijk zijn. En daar gaan we nu de beste speler dan voor vinden. Kunnen we aftellen? Ja. Oké. Okay. 3, 2, 1, start. Eentje 11 modes gedropt. Allemaal op boots pakken, dat is wel een beetje weer. Wat? Hoe dan? Hoe snel was dat? Oh, we stonden echt ziek voor. Ja, we hebben nu nog een potje in, hè? Dus ja. Hier zo wat. Pressie. Gebruik je Rift ook goed, hè? In de Wanted Knife. Wow. Appa. Nice. Ja, zo. Netjes, joh. Dat was een lekker potje. Ja. Alleen op laatst ging het echt gewoon kut. Lig hier, ik kan ze niet allemaal oppakken, dus ik heb geen gepakt. Geen banken die allemaal nu. Hij ziet het daar. Blijf het ermee. Ja! Ja! Dit is onze eerste overwinning. Ja, gewoon echt een mooie learning curve hebben we gehad. Het begon zeg maar. Eigenlijk niet best van alle kanten en aan het einde gewoon winnend afsluiten. Ja, ik ben er heel tevreden mee. Als je eigenlijk niet zo echt van PvP bent, Gambit gaan spelen, want het is voor ieder wat wils. Ik ga het hierna zeker wel verder spelen en niet alleen de 2 weken.